Dank u wel, Frederik. Graag gedaan. Dan zou ik last but not least het woord kort aan onze voorzitter ook willen geven, die uiteraard ook namens als voorzitter van de Raad van Bestuur korte toelichting wil geven op de stand van zaken van KFC. Ik wil namens de Raad van Bestuur van KFC zijn, maar uiteraard namens alle spelers, alle medewerkers van KFC zijn, de firma Smart Solutions, de hoofden van Frederik en zijn vrouw, werkelijk heel hartelijk bedanken voor het driejarig engagement die ons staat te wachten. Dat is zeer belangrijk, want ik wil toch een keer meegeven, ik ga mijn 13e jaar in als voorzitter en binnen het gegeven, ik kom van eerste provinciale naar de reeks waar wij nu spelen en ik hoor zeer veel zaken die bij ons 10 jaar terug, laten we zeggen, levendig waren, actief waren. Mensen zijn weggegaan, nieuwe mensen zijn gekomen en het was absoluut een feit dat wij naar KFC zijn, laten we zeggen, een stuk stabieler. Dat is een vaststelling. En met die vaststelling zijn we wel niet bij de pakken blijven zitten. Hebben we ons rond de tafel gezet met onze beheerraad, gebrainstormd. Een van de grote zaken was verjonging, want wij worden er niet jonger op die manier van spreken. Tweede zaak was professionaliseren. Absoluut een misverklaring zijn, want het is zo dat wij sportief gezien, ik zal maar zeggen, aan het gat van de derde klasse, nu de laatste seizoenen presteren. En dat is niet, dat komt niet uit de lucht vallen, dat heeft te maken met een stukje gebrek aan middelen, dat niet of zeer moeilijk nog naar een hoger niveau kunnen tillen. En het was in die zin zeer belangrijk van de stap die vandaag gezet wordt te kunnen zetten. Verjonging, nieuwe mensen. De komst van Mario als dusdanig binnen onze beheerraad is daar ook een teken van. En wij hopen van nog, ik denk dat onze opdracht is met z'n allen, nog absoluut nieuwe mensen aan te trekken om de dynamiek die wij nu proberen te creëren echt te onderbouwen. Dat niet zomaar een gerust iets van, ik zal zeggen, een steekvlak van een maand of zes, maar moet eigenlijk een serieus vuur zijn dat wij met die zijn absoluut dat niveau die we nu hebben minstens kunnen behouden en met een droom daarop een reeks hoger te spelen en dat gekoppeld aan een zeer, zeer sterke jeugdwerking. Maar wie heeft iets gesignaleerd? Zeer veel jonge spelers, geen voetbal en dan kwaliteit toe, durf ik zeggen, met de komst van Stijn Naasens naar volgend seizoen toe wordt dat werkelijk op een zeer, zeer goede manier onderbouwd en wordt dus ook aan de jeugd de middelen gegeven om effectief op een zeer degelijke manier te kunnen werken. En ik hoor dus zeer veel woorden van Frederik, waarden die hij meedraagt, dat we eigenlijk binnen KFC zijn, denk ik, ook in ons hart eraan. En in die zin, denk ik, kan het alleen maar voor beide partijen een zeer goede match zijn. Belangrijk is dat Frederik ervan op aan kan, dat wij vanuit onze kant, vanuit de beheerraad, er alles gaan doen om onze zeer waardige partner van Smart Solutions te tonen. En als wij businessmatig zelfs iets kunnen bijbrengen, waarom zouden wij dat niet doen? Iedereen heeft toch voldoende relaties om links en rechts een keer, zo kan zijn, Smart Solutions daarin te promoten. Wij zijn daar trouwens aan onze sponsors toe, altijd al, ik mag dat zeggen, Frederik, zeer loyaal geweest. En als we iets kunnen terugdoen, dan is het altijd onze plicht en met plezier dat we dat doen. Ik zou dus zeggen, zeer hartelijk welkom binnen de KFC-familie. En we gaan met elkaar wel eens zien aan de wedstrijd uiteraard. En een feestje en ik kan links en rechts. En u gaat zien, onze beheerraad is een zeer, zeer amusante bende. Ik kan u dat niet doen. Er zitten nogal wat feestvakjes bij. Dus nog een keer hartelijk bedankt, Frederik, en welkom in KFC. Dank u wel. Okay.